achteraf, als mensen naar ons toe komen, dan zijn die zo ongelooflijk ontwapend en vriendelijk en geweldig. En dat, ja, dan ga je echt met een blij hart slapen. Hier in de aula spelen we een prachtige revue. Dus je krijgt humor, je krijgt goochelaars, je krijgt acrobatie en je krijgt muzikale act. Dus echt wel goed hoor. Lievelingsmoment is eigenlijk opbouwen naar de finale toe, omdat je dan voelt dat de mensen op een kookpunt komen. En niet alleen de mensen, maar ook wij, de artiesten. Johnny Logan, ja, Mr. Eurovisie Songfestival, sluit de show af. En hij sluit niet zomaar de show af, hij zorgt ook dat tak eraf gaat. De sfeer is eigenlijk heel leuk en dat is omdat we... Iedereen kent iedereen al wel een beetje. Iedereen heeft wel al eens met elkaar gewerkt. Dus het is nu wel plezant dat zo een artiestenfamilie bij elkaar wordt gebracht en dat we dan zo een show gaan kneden. Je weet gewoon dat dat werkt. Te spelen met mensen heel dichtbij is wel, dat is heel plezant. Je ziet ook direct de reacties. Je ziet dat ze erin meegaan. Dat is wel heel plezant, ja. There is not one song. That's one thing I realized when I chose the program. When I did the song, when I did the show, even from the first time, I really realized that there's no rest in the whole show. Every single song is, I need 120%.